een super klein vierkantachtig knoopje. Ik ben bezig met kijken wat ik vind van een nieuwe metaaldetector. En deze metaaldetector, ik vind het een beetje moeilijk om te zeggen, maar zou tussen nu en een maand of twee al op de markt kunnen komen. Zegelootje. Maar we hebben het dus over een nieuwe metaaldetector. Quest Q35. De Quest Q30 was natuurlijk een van de populairste, of is een van de populairste Quests, als je het mij vraagt. De Quest Q30 is echt een heel geliefd apparaat. Deze lijkt heel erg op de Quest Q30, maar heeft wel wat extra dingetjes. Zo kan je dus bijvoorbeeld kiezen uit twee tonen, uit drie tonen, uit vier tonen en mijn favorietje, een pitch tone. Heel oud stukje van een pen. Kijk eens even, een stuk lepel. Daar waren we de vorige keer al bij geëindigd. In ieder geval, een stuk lepel. Super klein, echt super klein. Het is gewoon een stukje koper. Nog iets wat vernieuwd is aan deze metaaldetector ten opzichte van de Q30 is dat je de frequenties kan kiezen. Het is geen multifrequentiemachine, maar je kan wel kiezen tussen de frequenties. Je kan kiezen tussen 5 kHz, 13 kHz. En 21 kHz. En ik denk dat je daar best wel een heel breed spectrum mee pakt. Nou. Toch nog iets van een sieraad. Een soort bloemetje. Zo nep en zo bling bling als de pest. En een vlieg in mijn mond. Dan zijn jullie natuurlijk ook wel nieuwsgierig hoe het scherm eruit ziet. Want het is wel leuk dat het erop zit en dat ik het jullie vertel. Maar het is natuurlijk ook wel fijn om te weten hoe het eruit ziet. Ik ga het jullie laten zien. Met deze knop kan je de modus kiezen en die staan hier al voor geselecteerd. Dus je kan precies zien wat je gaat doen. Dit is park, field,
Beach, wet sand, salt water en gold. Hier zie je je volume. Die kan je hier met plus en min harder en zachter zetten. Je batterijindicator, de diepte, de modus, je VDI bar en in het midden komt je VDI nummer. Hiermee kan je dingen uitselecteren. Dat gaat met deze bar. Je ziet hier drie blokjes staan, die heb ik uitgeselecteerd. Dat is in het menu. Tweede dingetje van het menu zijn de aantal tonen wanneer je die wil hebben. Dus de toon space. Lage tonen op 15, middentonen op 66 en alles daarboven is hoger. Hier kan je het aantal tonen doen. Pitch, 4 tonen, 3 tonen, 2 tonen. Vessen. Dus hoe ver komt het ijzer door? Loopt tot 5 en je kan hem zelfs helemaal uitzetten. De volgende is de frequentie. 21 kHz, 5 kHz en 13 kHz. Ook de schotel hebben ze veranderd, want Quest was vrij gevoelig. Als je bijvoorbeeld op stoppels zocht of je raakte takjes, dan kon die daar wel eens op reageren. En dat duurde even voordat Quest erop kon reageren, omdat dat gewoon uitgezocht moet worden en een nieuwe ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Dit is een nieuwe schotel, de Gorilla. En die heeft nieuwe technologie waarbij de spoel in een soort bedje van materiaal ligt. En waardoor de schokken worden geabsorbeerd. En dat zorgt ervoor dat de schotel minder gevoelig is voor aanraking. Zijn er nog dingen die ik vergeten ben? Ja. Door deze knop in te drukken doe je de ground balance. Ga je pompen. En dan is de ground balance klaar. Deze knop is de pinpointer. Eén keer indrukken is pinpointen. Deze is voor de modus veranderen. En deze is voor de sensitivity. Als je helemaal niets hebt ingedrukt en je gebruikt alleen de pijltjestoets, dan gaat de disc sense omhoog of omlaag. Dan was ik bijna nog vergeten dat hij natuurlijk volledig waterdicht is en met een draadloze koptelefoon komt. Wat hij gaat kosten en wanneer hij precies uitkomt, ja, dan zou ik, als ik jou was, lekker de website van Coistra Metaaldetectors in de gaten houden. En dan komt alle informatie vanzelf daar tevoorschijn.